welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie mijn huidige 10 minuten make-up look laten zien. Een aantal dagen geleden moest ik ineens plotseling weg. En ik had letterlijk 20 minuten om mijn make-up te doen en om me aan te kleden. Dus 10 minuten voor allebei. Dus ik dacht, oké, ik moet mijn make-up nu echt vliegensvlug gaan doen. In letterlijk maximaal 10 minuten. En het is me gewoon gelukt. En ik wil jullie die routine laten zien vandaag. Want ik zag er echt nog best wel goed uit. Dus echt gewoon een full face met make-up in slechts 10 minuten. Obviously is er niet heel veel make-up, want dat kan niet in 10 minuten. Maar het was echt wel een mooie, draagbare, everyday, natural look. En ik was er echt heel blij mee. Dus ik dacht, ik ga die look vandaag aan jullie laten zien. Aangezien ik weet dat de meeste van jullie zich willen opmaken in maximaal een kwartier. Niemand heeft zin om er een uur over te moeten doen. Dus ja, dat is wat ik vandaag ga doen. En dit is echt een look die geschikt is voor iedereen. Jullie gaan het zien. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik ga dus vandaag jullie mijn 10 minuten make-up look laten zien. Dit is gewoon de manier hoe ik het doe. Je kunt het gewoon precies namaken. Of je kunt er gewoon inspiratie uithalen. En dan gewoon wat dingetjes veranderen. Afhankelijk van wat jij het liefst wilt met jouw gezicht. Ik heb nog helemaal niks gedaan. Mijn wenkjes niet gedaan. Niks. Het enige wat ik op heb is dagcreme en een balmpje. En that's it. Ik begin altijd met mijn wenkjes. Dus dat ga ik vandaag ook doen. Ik ga beginnen met wenkbrauwgel. Ik ga in met deze. Deze is van Pink Honey. In de kleur Coca-Cola volgens mij. Ja, Honey Glue. Dit is echt een van de fijnste wenkbrauwgels ever. Had ik ook verteld in mijn video waarin ik het had over de beste make-up van de afgelopen tijd. Dit is echt een hele fijne wenkbrauwgel. Je krijgt er ook een spoelietje bij. Heel fijn. En dan moet je zo in het gat gaan. En dan gewoon zo draaien. Je moet wel eerst nat maken. Ik gebruik altijd gewoon fixing spray. En dan maak ik gewoon zo nat. Het mag echt best wel nat zijn. Als je hem niet nat maakt, werkt dit product gewoon niet. Dus je moet echt je spoelie nat maken. En dan gewoon draaien zo. En dan komt er vanzelf van alles zo op je spoelie. En dan gewoon aanbrengen op je wenkjes. En dan zet ik ze zo lekker mooi omhoog. Je wenkbrauwharen blijven echt de hele dag goed zitten met deze wenkbrauwgel. I love it. En ze worden ook gelijk een beetje ingekleurd. Want de kleur die ik heb, die geeft een heel klein beetje bruin af. Dus ze worden ook automatisch een beetje getint. Dus 2-in-1, dan ben je lekker sneller klaar. Dan pak ik mijn NYX Brow Pen. Dit is de Lift and Snatch Brow Pen. Is een hele super dunne pen, zoals je kunt zien. En daarmee ga ik wat neppe haartjes maken om mijn wenkjes wat voller te maken. Want ik vind het zo echt niet goed genoeg. Ik vind het zo echt veel te skeer. Als je hele volle wenkjes al hebt, dan is dit al gewoon genoeg. En dan ben je al heel snel klaar. Dus ik ga deze pen gewoon gebruiken om wat neppe haartjes zo bij te tekenen. Oké, wenkbrauwen zijn klaar. Zoals je kunt zien, heel anders dan hoe ik ze normaal doe. Dit gaat echt veel sneller, veel makkelijker en lijkt wat meer naturel of zo. Dan ga ik mijn gezichtsmake-up aanbrengen. Ik ga foundation overslaan, maar ik ga wel primer. Maar omdat ik dus geen foundation opdoe, is primer extra belangrijk. Ik gebruik er altijd eentje die mijn gezicht heel mooi laat glanzen, heel mooi laat stralen. Ik heb er altijd twee die ik bij dit soort looks gebruik. Altijd één van de twee. Of mijn By Kelsha Gold Elixir Primer. Of mijn Charlotte Tilbury Super High End Flawless Filter Primer. In de kleur 4. Dus altijd een van deze twee, omdat ze me allebei een hele mooie glow geven. Vandaag ga ik in met Charlotte. Charlotte, alsof ik haar echt ken of zo. Dan breng ik gewoon dit aan over mijn hele gezicht. En ik blend het gewoon zo in met mijn vingers. Je gaat zien wat voor mooie stralende huid je hierdoor krijgt. En het maakt ook een tikkietje egaal. Kijk even dit. Kijk deze glans. Echt super mooi stralend. I love it. Dit is zo'n fijn product. En ik ga dan wel altijd in met een beetje een natural concealer. Niet al te veel dekking, niet te mat. En een kleur die een beetje matcht met mijn huidskleur in plaats van een veel lichtere kleur als hoe ik het normaal doe. Ik ga in met mijn Rimmel London Kind & Free Concealer. Deze heb ik in de kleur 030 Medium en die lijkt een beetje op mijn huidskleur. Is een tikkietje lichter, maar niet te veel. En die ga ik gewoon aanbrengen op alle plekken waar ik altijd concealer aanbreng. Dus een beetje hier. Maar wel een stuk minder dan hoe ik normaal doe. Gewoon echt alleen maar om een beetje die donkere plekken te verbergen. En als je nog wat oneffenheden hebt op je huid, breng het dan daar ook op aan. Ik breng het ook altijd aan op mijn kin, want dat is echt mijn probleemgebied. En een klein beetje zo op mijn neus en een klein beetje hier. Oké, dit is het. Je kunt het gewoon uitblenden zo met je vinger, maar ik hou er niet van als mijn handen te vies worden. Dus ik gebruik gewoon mijn e.l.f. spons en dan gewoon zo inblenden. Zo
Zo, kijk hoe egaal dit mijn huid heeft gemaakt zonder al te veel product. Gewoon op precies de juiste plekken. En dan is het gewoon mooi. En voor de rest is mijn huid nog steeds heel mooi zo aan het stralen. Dan is het tijd voor poeder. Een van de belangrijkste stappen. Poeder niet overslaan, anders is je gezicht vettig na een half uur. Vooral de mensen met een vettige huid. Echt, poeder het af. Dus ik ga in met mijn Laura Mercier poeder. En die ga ik aanbrengen op alle plekken waar ik concealer heb gedaan. En een klein beetje over de rest van mijn gezicht. Zo gaat de concealer goed op zijn plek blijven en niet creasen. En wordt mijn gezicht een beetje mat. Ik heb een normale tot droge huid. Maar mijn huid is de laatste tijd een klein beetje vettig. Echt heel raar, maar goed. Ik pak gewoon zo een beetje met deze spons. En dan breng ik het gewoon zo aan op de plekken waar dus de concealer zit. Niet al te veel. Ik ga niet helemaal baken of zo. Als je vettige huid hebt, pak dan ook nog iets van een pressed poeder in jouw huidskleur en ga ermee overheen over je hele gezicht. Ik doe dat niet, want ik vind het nog wel mooi als mijn gezicht nog een beetje straalt door die ene primer. Nou, een beetje fixing spray. Deze van Max & More van de Action. Hierdoor wordt je gezicht helemaal gehydrateerd en wat minder poederig en nog meer naturel. En dat is wat we vandaag willen. Mensen, wat vinden we van mijn ring? Ik vind deze ring zo leuk. Waar heb ik hem vandaan? Volgens mij gewoon AliExpress of zo. Hij is wel een klein beetje te groot. Er was maar één maat. Maar ja, whatever. Oké, dan de ogen. Met de ogen gaan we letterlijk niks doen. Alleen maar een likje mascara. Ik ga in met mijn Anastasia Beverly Hills mascara. Dit is wel de mini versie. Maar dit is echt een van de beste mascara's ever. Geeft lengte, krul, volume en haalt ze ook mooi uit elkaar. En is niet klonterig. Dus ik vind hem echt heel fijn. En ik heb nu een lash lift gehad. Dus mijn wimpers staan omhoog. Dus ik hoef eindelijk niet meer bij elke look nep wimpers op te plakken. Want dat kost echt veel extra tijd. Dat had me zeker 1 à 2 minuten extra gekost. Dus ik vind het fijn dat ik nou gewoon dit kan opdoen en klaar ben. Want mensen, ik moest hoesten en nou heb ik een traan oog. Oké, nou ogen zijn dus ook klaar. Dat was het gewoon, alleen maar mascara. En nu ga ik mijn gezicht afmaken en ik ga alleen nog maar in met bronzer. Ik ga deze Glowish bronzer gebruiken van Huda Beauty in de kleur 0310 Light. Is een hele mooie naturel bronzer, dus ideaal voor deze naturel look. En ik ga dit als bronzer en als blush gebruiken om een beetje kleur terug te brengen in mijn gezicht. En dan als laatste de lippen. Ik ga altijd gewoon in met iets heel makkelijks. Gewoon een lipglossje, lipolie of wat dan ook. Ik ga even deze balm die ik nou op heb afhalen. En dan ga ik in met mijn NYX This Is Juice Lip Gloss. Deze nieuwe glossjes van hun zijn zo fijn. Ik heb hem in de kleur Strawberry Flex. En die breng ik dan gewoon aan en dan is dat gewoon snel klaar. Ik weet nog dat ik in het begin, toen ik dit soort looks maakte, ik gewoon echt inging met lippotloodje, lipstick en echt gewoon een full-on lip look maakte, zeg maar. Maar ik merkte toch, ik vond het too much, want de rest is heel naturel en je lippen zijn dan helemaal zo opvallend. Dus ik vond dat echt te veel voor zo'n look. Dus sindsdien hou ik mijn lippen dan ook gewoon heel naturel. Deze ruikt ook echt lekker. Dan een beetje fixing spray. Ik wil eentje die hydrateert. Ik ga in met mijn Morphe Hydrating Spray en dan zijn we klaar. Nou mensen, dit was het dan. Dit is mijn 10 minuten make-up look. Of ja, 5 tot 10 minuten zelfs. Dus hij is nog sneller. Echt een super, super makkelijke look. Ik vind hem heel makkelijk. Ik heb heel veel niet gedaan wat ik normaal wel doe. Zoals foundation, neuscontour, blush, highlight, eyeliner, oogschaduw. Ik heb echt heel, heel veel overgeslagen. Maar deze look is zo simpel, zo snel en I love it. Ik vind dat ik er gewoon nou echt heel fris en fruitig uitzie. En alsnog een hele mooie look heb gecreëerd. Let me know wat jullie ervan vonden beneden in de reacties. En laat me weten wat jullie anders zouden doen. Misschien iets niet of iets juist wel. Let me know. Ik vind het altijd heel leuk om van jullie te horen en ook een beetje inspiratie van jullie te krijgen. Maar al met al vind ik dit echt een hele geslaagde look. I love it. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!